leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben weer onderweg naar de salon. Ik had last minute weer 2 aanvragen voor cadeaubonnen. Dus die ga ik nu even maken en die ga ik langs brengen. Een van die cadeaubonnen is onder andere een gezichtsbehandeling voor een man. Ik krijg best wel vaak de vraag of ik ook mannen behandel. Ja, dat doe ik. Ik heb op mijn website heb ik de Men's Facial staan. En wat ik doe tijdens deze behandeling is een oppervlaktereiniging, een dieptereiniging. Ik verwijder de onzuiverheden. Eventueel als het nodig is wat epileren, maar dan gaat het vaak vooral hier tussen en echt de haartjes die heel erg buiten de wenkbrauw vallen. Dus ik maak ze natuurlijk niet zo strak als bij vrouwen. En ook eventueel als dat nodig is de neusharen en de oorharen een beetje bijknippen. Dan een massage van schouder en gezicht. Ik breng ook een maskertje aan met tijdens het maskertje nog een hoofdhuidmassage. En daarna sluit ik af met dagverzorging. En het verschilt natuurlijk een beetje per man welke behandeling ik uitvoer. Als ik bijvoorbeeld een jongen krijg die in de puberteit zit met veel pukkeltjes in het gezicht, dan is het meer een acnebehandeling. En als ik zo meteen terug ben, dan komen Bas, Andrea en baby Toby even langs. Even een bakje doen. Gehaald bij de koffie. Kijk, super koffie. Schattige tulband van de bakker. Kijk, dit is de kerstboom. Zo. Grote, hè? Een echte. Ja, en er liggen ook allemaal naalden en zo op de grond. Ja, dat hoort bij een echte. Ja, mooi hoor. Ja, hè? Maar oma had toch wel al. Oh nee, oma had alleen deze lichtjes zeker gezien op de balk. De lichtjes had ik er wel gezien de vorige keer. Ja, die had je al aan. Maar de boom was er nog niet. Nee. Zie je dat? Ja. Is kijk, dan zie je zelf. Oh ja, een hoekje. Ja, dan kan je, dus als je zwaait, dan zie je dat ook. Ja. En je kan hem ook groter maken, hè, mam, dat hoekje. Ja, kijk eens, oma. Dat is dood, stinkt. Oh, deze grote maken. Ja, maar dan zien we jou niet meer. Nou ja. Maar, en is het huis daar ook versierd? Bij de familie Hoeven? Ja. Ik zag kerstboom staan. Ja. En daar is een nieuwe bewoner. Vandaag. Oh. Die is heel jong. Waar woont zij dan? Boven. Boven. 99. Wow. Echt? De oudste bewoner. Wow. Is dat het? Nee, hiernaast. Al Ants. Ants. Zetwaar. Ja, dus hebben nieuw wonen. Oh, echt gezellig? Of kan die niet zoveel meer? Komen, dus oma weet het nog niet. Ah. Ik weet niet of die gezellig is, want hij was er net. Oh ja. Hoor je het? Dat is mijn buurvrouw. Ja. Wat roept ze? Die jammers vaak. Wat roept ze dan? Hè? Die kan niet praten, hè? Kan niet praten. Oh. Ze zweelt af en toe een beetje. Of een beetje huilen. Oh. Beeld. Kan niet bij. Nou. No. Proost dan maar. Proost allemaal. Proost. Omdat het maar vakantie is. Of tenminste, vakantie voor jou. Gedwongen vakantie voor mij. Of verplichte vakantie bedoel ik eigenlijk. Het heeft goed nog wel bezig met je bedrijf. Ja, ik heb vandaag nieuwe logo is eindelijk af. Ik heb de cadeaubonnen en de visitekaartjes besteld met een nieuw logo. En die krijg ik begin januari pas binnen, omdat het nu heel druk is met de post en zo. Dus in het nieuwe jaar ga ik die showen aan jullie. Wat doe jij? Als iemand spreekt, moet je aankijken. Dat hoeft niet als je... Oh. Zo naast elkaar. Het is oké. Dat is. Wij gaan even een serie opzetten. Oh, we gaan een serie opzetten hoor ik net. En wat wil jij dan? Je hebt het eten warm gemaakt toch? Nee, het is 5 uur. Rustig aan. Wat heb je dan gedaan? Ik heb het alleen even uit de koelkast gehaald. Dat het alvast op kamertemperatuur kan komen. Lesje van gisteren. Hoi Colijn. Dit is Colijn in de natuurlijke habitat. Om een uurtje of kwart over 8 s'avonds. Lekker in de badjas. Kleedje.
op de bank, tv'tje aan, het NOS Journaal kijken. Eigenlijk liever een ander programma, maar dat is nog niet. En hij staat ook nog niet op de goede zender. En daar gaat ze zich waarschijnlijk nu zorgen om maken. Dat hij nog niet op de goede zender staat. Tot zover deze vlogmes. Tot morgen.